Hey Monique. Ja, dat weet ik. Ik had al gelijk gestopt. Ik denk die is aan het werk. Goed. Ja. En met jou? Ja, dat ben ik nou al. Nou ja, het maakt mij niks uit. Ik bedoel, ik was al een poosje buiten werking, dus het bevalt me uitstekend. Ik heb nooit zo'n mooie tijd gehad als nu. Maar geld interesseert me niet. Dat is belangrijk. Ja. Nee, maar als je het leuk vindt, dat is heel belangrijk. Je moet niet iets doen dat je niet leuk vindt. Hé, hey, wat is er met Joke aan de hand, weet je dat? Nou, als je de belt, hangt ze gelijk op. Ja, maar zij wil helemaal niks te... Sonja ook, die bel ik ook en iedere keer hangt ze op en... Ja, maar het kan misschien dingen zijn die ik niet weet, weet je wel. Als jij dat meer weet. Ik heb al diverse keren gebeld, maar... Of ze zijn er niet, of ze, het gaat per twee keer over en dan zien ze mijn naam en dan gooien ze erop. Ah, ik vind het ook helemaal niet erg, want er zijn genoeg gek op de wereld. En, nee. Nee. Het goede nummer, want op een gegeven moment gaat die zoveel keer over en dan hoor je op een gegeven moment... Dan spreekt Joke in, weet je wel. Nee, dat is een goede nummer. Of hij gaat twee keer over en dan knopkwak ze hem erop, die 06 nummer, weet je wel. Ja, natuurlijk doe ik dat. Ik bel niet meer. Dan gaat de bui wel weer over. Misschien hebben ze iets gehoord of zo, weet je wel. Dat kan. Dat weet ik niet. Je weet niet wat mensen zeggen. Ze kunnen van alles zeggen. Heeft ze weer een winkel? Heeft ze weer een winkel begonnen of zo? Ja, nou ja, ik bedoel, maar ook Sonja precies hetzelfde. Is niet te bereiken. Ja. Nee. Nou ja, het maakt me helemaal niks uit verder. Ik bedoel, ook al willen ze geen contact. Ze hebben groot gelijk als ze dat niet willen. Dus de familierelaties in Nederland zijn niet zoals, laten we zeggen, met buitenlanders. Want die zitten op elkaars lip. De familie, weet je wel. Hier is het tegenovergestelde. Ja, maar ja, ze gaan wel met elkaar om allemaal. Ondanks dat. Ik had nog een akkefietje. Bij mij gaat het heel goed, hè, met mijn ziekte van Lyme en zo. Maar ik ga elke dag met de hond, ga ik om tegen 1 uur weg en dan kom ik tegen 5 uur zo thuis, 5:30. Dat gaat prima. Maar dan moest ik een vriend helpen, die geeft lezingen. En een heleboel apparatuur en zo. En na een paar uur kon ik niet meer lopen. Met dat been waar ik gestoken ben. En dat zijn natuurlijk spieren die je niet gebruikt, weet je wel. Maar dan komt er nog wat van dat lijm komt weer vrij, wat er nog in zit, die restanten. En dat zakt naar mijn voet. En dan krijg je ontzettende pijnen, weet je wel. Maar ja, ik ben ermee gestopt na een paar uur en ik zeg, ik stop ermee. Ik moest een hele geluidsinstallatie moest ik in elkaar zetten.
microfoons en weet ik veel alles. Maar op een gegeven moment kon ik dat niet meer. En gelukkig was iemand, een oud collega, die kon het overnemen van mij. Maar oké, ik had een pijn. Maar toen begon ik, van de pijn begon ik te transpireren ook. Hè? Want het was ontzettend. En als je die mensen, die gingen dan afstand nemen van mij. Net of ik mijn laatste was, weet je wel. Dus die denken, die heeft corona, dachten ze. Hè? Nee, die gingen ze. Dus als ik in de buurt kwam, gingen ze een paar meter van me vandaan. Omdat ik zo raar liep ook. En dan kun je zien hoe gek of mensen zijn, weet je wel. Alsof ik mijn laatste geworden was, weet je wel. Ja, maar toen ik naar huis toe ging, binnen een uur was het weer over. En dan ben ik s'avonds tot en met de fiets een paar uur weg geweest met de hond, weet je wel. Zonder problemen. Ja, maar die ziekte van Lyme, het is heel veel nog. Ja, je bent er wel. Die bacteriën zijn dood. Maar er zitten altijd nog restanten in je gewrichten. Wat zeg je nou? Nou nee, die deeltjes zitten nog steeds in je gewrichten. Die komen dan vrij. Dus je doet bewegingen met lopen, wat je niet gewend bent. Want ik zit altijd op de fiets. Totaal geen last, niks, weet je wel. En van mijn voet had ik ook helemaal geen last. Het is begonnen in mijn rug, toen in mijn heup, toen in mijn knie en nu zit het in mijn voet. Nou ja, er zijn wel ergere dingen, Monique. Ik ben nou weer uren weg met de fiets, totaal geen last, weet je wel. Dus. Maar dat lopen. Dat lopen met je moet een heel toneel in elkaar zetten. Een heel groot scherm en beamers en microfoons en geluidsinstallatie en computers en weet ik van allemaal. En dan blijf je maar lopen en in één keer ging het niet meer. Weet je wel. Nou nee, ik wilde eigenlijk nog niet weggaan. Toen iedereen ging doen dat ik mijn laatste was. Dan dacht ik, nou moet ik optieven. Ja, als zij gek kunnen doen, kan ik het ook. Zoek hem maar uit, weet je wel. Optieven. Want ik kan al een beetje gekker doen als hun bij elkaar, weet je wel. Dan stonden ze raar te kijken, joh. Dat interesseert mij wat nou, weet je wel.